welkom bij deze nieuwe video. Jongens, vandaag gaan we weer nieuwe make-up testen. Dat is iets wat ik echt heel vaak doe hier op mijn kanaal. Echter zijn mijn meeste make-up test video eerste indruk video's. Vandaag niet. De make-up die ik vandaag ga laten zien ben ik al 2 weken lang aan het testen. Dus ik kan jullie echt uitgebreid vertellen wat ik ervan vind. Ik heb het met verschillende andere producten gecombineerd. En ik weet nu gewoon echt 100% zeker wat ik ervan vind. Een eerste indruk video is altijd een beetje riskant. Omdat ik af en toe iets de eerste keer wel goed vind en daarna misschien niet meer of juist andersom. Dus het is vaak handiger om iets toch een wat langere tijd te proberen voordat ik echt mijn mening aan jullie vertel. Ik heb een heleboel leuke make-up producten, zowel betaalbaar als wat meer high-end. Ik heb het ook allemaal vandaag gebruikt voor deze prachtige beetje roze make-up look en ik ga vandaag jullie vertellen wat ik ervan vind. Er zit wat slechte make-up bij helaas, maar ook echt een aantal super goede producten die ik heel graag wil aanraden. Dus dat is wat we vandaag gaan doen. Vind je het nu wel leuk? Vergeet dan niet alvast te liken en te abonneren, zo blijf je op de hoogte van mijn 2 video's in de week. En dan gaan we snel beginnen met deze video. Oké, we gaan beginnen met iets vandaag waarbij ik eigenlijk niet echt vaak verander van product. Ik heb gewoon mijn vaste product die ik altijd gebruik en dat is mijn wenkbrauwen. Ik gebruik altijd mijn NYX Micro Brow Pencil in de kleur Espresso. Is heel donkerbruin en ik ga hier eigenlijk niet echt vanaf. Ik vind wenkbrauwen ook helemaal niet leuk. Ik heb ook nou powderbrows, dus godzijdank hoef ik ze ook niet echt mee te doen. Maar wanneer ik me echt helemaal ga opmaken, doe ik ze nog wel een beetje wat strakker maken en een beetje inkleuren. Ja, en ik gebruik eigenlijk gewoon altijd mijn NYX Brow Pencil. Maar vandaag heb ik iets anders, wat ik al 2 weken heb getest. En dat is de Max Factor Brow Shaper Ultra Fine Shape Fill Define Eyebrow Pencil in de kleur Deep Brown nummer 30. En deze is ook echt amazing. Hij is echt even goed als die van NYX Cosmetics. Ook de kleur is perfect voor mij. Het is zo'n... ja, een beetje echt een hele donkere bruine kleur. Bijna zwart-bruin, zeg maar. En hij is echt perfect. Hij is super dun. Hij blijft gewoon de hele dag goed zitten. Hij is niet te zacht dat hij er heel snel afsmelt of er makkelijk afgaat. Het is gewoon een ruw potloodje, zeg maar. Ook een beetje aan de droge kant. Maar met wenkbrauwpotloodjes is dat juist wat je wilt. Ze moeten een beetje droog zijn, want ze moeten goed blijven zitten. Dus ik heb hem vandaag gebruikt en ik vind hem echt amazing. Echt letterlijk even goed als die van NYX Cosmetics. Ik zie echt amper verschil. Dus deze vind ik echt heel fijn en hij is ook lekker betaalbaar. Max Factor is niet echt een merk die ik heel vaak gebruik. Ik vind ook niet heel vaak goede producten daar, maar deze wenkbrauwpotlood is echt amazing. Dit wenkbrauwpotlood, niet deze wenkbrauwpotlood. Dan gaan we verder met 2 concealers. Ik heb 2 concealers getest. 1 dure en 1 betaalbare en ik begin met de dure. Dit is de NARS Radiant Creamy Concealer in de kleur Medium 1 Custard. Dit is een concealer die al lang bestaat. Jullie hebben gezien in mijn laatste vlog in Spanje dat ik hem heb gehaald bij Sephora, maar hij is ook gewoon hier te halen bij verschillende winkels. Deze concealer, ik hoef het niet echt meer te vertellen eigenlijk. Deze is er al jaren en al jaren. Raves iedereen erover. Vooral als je een droge huid hebt. Ik heb een normaal tot droge huid. Dus ik dacht, ik moet hem hebben. Vooral als beauty vlogger is het echt de concealer die ik zou moeten hebben. Maar ja, ik heb hem dus echt gewoon nooit gehaald. En nu had ik iets van, ja, nu is het tijd. Dus ik was heel enthousiast erover. Omdat iedereen er echt zo blij mee is altijd. Nou, ik gebruik het en ik moet zeggen, ik ben niet per se zo enthousiast. Het is wel echt een goede concealer. Daar niet van. Hij heeft een medium dekking. Dus hij is echt ideaal gewoon voor een everyday make-up look. Echter wil ik van een concealer iets meer dekking. Als hij iets meer dekking had gehad, had ik hem echt fantastisch gevonden. Maar voor de rest, los van dat, is hij wel echt gewoon goed. Hij creased niet. Hij brengt gewoon goed aan. Het enige wat ik ook wel iets minder vind, is dat hij niet heel veel product oppakt. Dus ik moet echt 2 keer terug hierin om echt genoeg aan te brengen. Maar voor de rest is hij op zich echt best wel goed. Ik snap ook wel waarom iedereen er blij mee is. Want hij is ook gewoon oprecht goed. Deze zou ik alleen maar gebruiken voor mijn echt everyday make-up looks. En ja, ik persoonlijk, maar het is meer een persoonlijk iets. Ik hou gewoon van echt wat meer dekking. Ik wil hier gewoon niks meer zien. En ik zie nou hier nog steeds een klein beetje donker. Ja, en dat wil ik eigenlijk gewoon helemaal niet zien. Dan ga ik verder met de betaalbare concealer. Van Max Factor heb ik hier de Miracle Pure Concealer. En ik heb hem in de kleur 02. Is best wel een lichte kleur, maar hij was oké. Toen ik hem aanbracht, ik dacht bij mijn eigen, oh my gosh, ik heb letterlijk een dupe gevonden voor die van NARS. Hij is ook zo mooi glanzend. Hij heeft ook een medium dekking. Precies evenveel als deze van NARS. En hij leek exact op deze. En ik was al helemaal klaar om het te gaan aanbevelen aan jullie. Van als je een dupe zoekt van NARS, haal deze.
maken. En dat is dus waarom het zo handig is dat ik hem al 2 weken heb gebruikt. Want hij creased super snel. Hij creased echt veel meer dan andere concealers. Terwijl ik maar aan het opmaken was, zag ik ook weer dat hij al hier aan het creasen was. Terwijl deze andere echt helemaal niet. Het is echt een bende, jongens. En ik heb hem ook laatst in een video gebruikt. En in die video had ik ook verteld dat ik dus een concealer test. En hij is heel slecht. En dat was dus deze. Kijk, ook deze concealer hier. Ik heb ook echt een slechte concealer gebruikt. Die ben ik aan het testen. En ik vind hem niet zo goed tot nu toe. Dus ik vind hem helaas helemaal niks. Ik zal hem ook gewoon nooit gebruiken. En ik raad hem ook echt niet aan. Dan ga ik verder met een cream product. Van OLJ Goulson Beauty heb ik hier de Blush & Highlight Duo. Dit is dus 2 producten in 1. Vind ik echt geweldig. Jullie weten, ik ben echt een fan van haar hele make-up lijn. Ze heeft echt hele goede producten. Ik heb ze ook al in een aantal video's getest. Die jullie misschien al wel hebben gezien. Als je het nog niet hebt gezien, zou ik het zeker eventjes gaan bekijken. En dit is dus een blush en een highlight. Allebei cream. Ik heb de blush in de kleur Peach. En dit is hem dan. Ik heb hem echt wel vaak gebruikt. Want ik vind hem goed. Spoiler alert. En dan is dit de highlight in de kleur Mystical. En ik heb al wel vaker verteld, ik ben niet zo'n fan van cream highlight of liquid highlight. Omdat ik gewoon niet zo goed weet hoe ik het moet gebruiken. Echter denk ik dat ik het nou een beetje door heb. Ik heb hem dus vandaag ook gebruikt. Ik ben dus gewoon begonnen met de blush. Die breng ik altijd aan met een spons. Is ook gewoon aan te brengen met je vingers. Dat doen heel veel mensen ook. Maar ik vind dit gewoon veel fijner. Ik hou niet zo van om make-up aan te brengen met mijn handen. En hij brengt heel mooi aan. Hij is heel mooi creamy. De kleur is ook echt prachtig. Lekker veel pigment. I love it. En daarna ga ik in met de highlight. En ook die breng ik gewoon aan met mijn spons. En als je dat dus op die manier doet, het smelt helemaal zo in elkaar. En je krijgt een prachtige blush die een prachtige glow heeft door de highlight. Dus ik ben echt een fan. Ik vind het heel fijn. En het blijft de hele dag goed zitten. Ik heb hem echt 12 uur gedragen. En 12 uur bleef het gewoon goed zitten. Dus ja, ik ben een fan. En ik ben dus extra enthousiast omdat dit een van de eerste keren is dat het mij is gelukt om een cream highlight te laten werken. Dan ga ik verder met een poeder. Dit is de She Glam Insta Ready Face and Under Eye Setting Duo. Deze raad ik aan afhankelijk van waarvoor je hem wilt gebruiken. Deze is gewoon van She Glam. Lekker goedkoop. Gewoon van Shein. En ik heb ook heel veel goede verhalen gehoord hierover. En dit is dus een losse poeder zoals je kunt zien. En dan heb je hier ook nog een pressed poeder. En dat maakte mij heel enthousiast. Want dan heb je zo weer een 2-in-1 product. Echter zou ik hem niet gebruiken waarvoor die wordt gepromoot. En dat is al setting poeder. Want daar heb ik hem vandaag ook voor gebruikt. De afgelopen 2 weken heb ik hem zo ook gebruikt. Maar hij doet het niet genoeg om hem op die manier te gebruiken. Het heeft echt geen dekking. Gewoon geen. Het maakt wel een mooie mat. Maar geen dekking. En het weerhoudt de producten er ook niet van om niet te gaan creasen of om goed te blijven plakken op je gezicht, zeg maar. Dus daar vind ik hem niet fijn voor. Waar ik hem wel voor zou gebruiken. Wat ik niet per se doe. Want ik heb geen vettige huid. Maar als je een vettige huid hebt, het is wel de ideale poeder om mat te maken. Dus ik heb hem ook vandaag gebruikt over mijn hele gezicht om het gewoon wat matter te maken. Omdat het dus ook niet dekt, geeft het ook geen rare kleur af over je hele gezicht. Dus daar vind ik hem ideaal voor. Dus ik zal hem alleen maar gebruiken als je hem wilt gebruiken over je hele gezicht als extra mat effect. Dan is het tijd voor eyeliner. Van Tarte heb ik de Man Eater Eyeliner Pen. Deze heb je al gezien misschien in mijn laatste Spanje vlog, want daar heb ik hem gehaald bij Sephora. Man Eater lijn is echt een toplijn bij hun. Dat zijn echt heel vaak goede producten. Dus ik dacht, ik haal ook deze eyeliner pen. En hij is echt amazing. Ik heb hem dus hier gebruikt en hij brengt zo fijn aan. Hij is heel zwart. De punt is ook heel fijn en lekker flexibel. Gewoon echt heel fijn om aan te brengen. En hij blijft de hele dag goed zitten. En dat is dus ook belangrijk. Ik zal even hier een lijn zetten. Kijk even hoe zwart hij is. Dat is toch niet normaal. En hij is mooi mat. Hij droogt snel op. Het enige waar je een beetje op moet letten is de dop. Als je hem niet goed erin doet, dan gaan de haartjes zo los. En dan gaan ze zo verspreid staan. En dan is hij straks niet meer te gebruiken. Dus let op dat je hem echt goed erin doet. Zodat hij echt goed blijft voor heel lang. Dus deze vind ik heel fijn. Hij gaat ook niet bloeden. Helemaal niks. Echt gewoon wel de prijs waard. En dan heb ik nog een eyeliner. Van Kruidvat heb ik de Infallible Flix Glossy Eyeliner Pen. Deze vind ik iets minder goed. Hij is ook wel een stuk minder duur, obvious. En ik heb hem dus hier gebruikt. Ik heb er ook weer een prachtige wing mee gemaakt. Maar ik moet zeggen, hij heeft ten eerste niet genoeg pigment. Hij is niet zwart genoeg. Ik hou echt van een zwarte eyeliner pen. Hij moet echt super zwart zijn. Ik vind het ook niet mooi dat hij glossy is. Maar goed, dat maakt hem niet slecht. Dat is gewoon iets waar ik niet van hou. Ik hou altijd gewoon van een mat effect. En hij blijft niet goed zitten. Ik heb hem ook heel lang opgehaald, 12 uur. En hij blijft gewoon helaas niet goed zitten. En als je nou misschien iets hebt van, ja maar Sarah, hij is ook niet heel duur.
dus wat verwacht je? Ik heb goedkope van Essence die wel zo goed zijn. Dus ook qua prijs had die gewoon beter moeten zijn. Dus deze raad ik niet per se aan. Dan ga ik verder met een product van de HEMA. Van de HEMA heb ik de Blush & Highlighter Palette in de kleur 01 Rose Pink Glow. Dit paletje maakte mij best wel enthousiast. Ik weet niet waarom. Ik had gewoon iets van deze kan misschien wel eens goed zijn. En weer een 2-in-1 product. Jullie weten, daar hou ik van. Een blush en een highlight. Allebei de kleuren zijn echt perfect voor mijn huidskleur. Echter is dit echt een slecht paletje. Hij is zo poederig. Als je hem aanbrengt is het heel mooi. Vooral de blush is echt een prachtige kleur. Ook de highlight. Prachtige kleuren. Ze blijven alleen niet goed zitten. Poederig, poederig, poederig. Ook de highlight. Als je er gewoon met je hand overheen gaat. Is het er gewoon gelijk vanaf. Als je ook maar een half uur wandelt op straat. En er is ook maar iets van een windje. Dan gaat het gewoon gelijk eraf. Dus dit paletje had echt goed kunnen zijn. Als hij niet zo poederig was. Dan was hij echt geweldig geweest. Dus helaas raad ik hem niet aan. Ook niet voor die lage prijs. Want het blijft gewoon zitten. Ja, en je wilt wel van je make-up dat het gewoon lekker lang goed blijft zitten, denk ik. Next up, een highlighter van Rare Beauty. Dit is de Rare Beauty Highlighter in de kleur Accelerate. Ik heb deze ook gehaald bij Sephora. Hebben jullie ook gezien in de vlog. En in de vlog hebben jullie ook gezien dat ik hem heb laten vallen. Ook mooi uitzien. Hij is kapot gevallen. Ik heb hem gewoon kapot laten vallen. You got to be kidding me. Wat een blunder. Ik had hem niet eens gebruikt. Hij gaat super moeilijk open. Godzijdank is er nog wel iets van product erin. Ik heb hem dus nog wel gewoon kunnen gebruiken. En dat is fijn. Ik moet zeggen, toen ik hem haalde, was ik niet op de hoogte van de hype hierover. Kennelijk is hier echt een hele hype over. Ook op TikTok. Iedereen vindt hem geweldig. Daar kwam ik pas achter toen ik hem al had. Dus ik was er nog extra benieuwd hierna. En hij is ook echt fantastisch. Het is wel echt een hele, hele heftige glow. Als je daar niet van houdt, is het niks voor jou. Maar hij is super heftig. Hij blijft goed zitten. De kleur is mooi en je hoeft niet veel aan te brengen. En daar moet je ook echt op letten, want je brengt al heel snel te veel aan. Dus breng echt maar een klein beetje aan. En hij is gewoon echt fantastisch, jongens. Echt super duper mooi. I love it. En ik hou wel van een wat heftigere glow, dus ik vind het wel mooi. Vooral met echt een full glam look is dit gewoon echt fantastisch. Dus ik raad hem ook zeker aan. Dan heb ik ook nog een aantal lipproducten die ik wil aanraden. En ik begin met die van NYX. Dit is de NYX. Dit is Milky Gloss. In de kleur Chocolate Shake. Fantastische gloss. Oh my goodness. Ik hou sowieso van bruin. Maar er zijn ook nog een heleboel andere kleuren. Deze brengt zo ver aan. Hij blijft ook goed zitten. Niet de hele dag. Want het is een gloss. Dus ja, verwacht ook niet te veel. Hij heeft ook exact genoeg kleur. Niet te veel en niet te weinig. Kijk even hoe prachtig. En hij ruikt heerlijk naar chocola. Oh, I love it, jongens. Deze is echt fijn. En je lippen lijken ook oprecht iets voller. Dus deze vind ik echt fantastisch. En ik ga hem ook zeker halen in nog wat andere kleuren. En dan heb ik hier nog een lipstick. Van L'Oreal heb ik de Intense Volume Matte Lipstick in de kleur 602. Oh my gosh. Deze heb ik ook nu op. Ik heb dus deze in een hele mooie roze kleur gehaald. Gewoon echt op de gok. Fantastisch. Als jij iets zoekt wat mooi en mat is. En de hele dag goed blijft zitten. Of je nou eet of wat dan ook. Dan is dit het product voor jou. Ik wil hem ook gaan halen in een mooie bruine nude kleur. Want dat is de soort kleur die ik echt everyday gebruik. Dit blijft de hele dag zitten. Ik heb hem 12 uur opgehaald, jongens. 12 uur. En het zat echt gewoon nog goed. En ik had gegeten en echt van alles praten. Lekker kletsen, lachen, etc. Deze zit de hele dag goed. En het droogt je lippen niet uit. Want het is geen liquid matte lipstick. Dus het is niet zoiets wat helemaal zo trekt aan je lippen en droog aanvoelt. Het voelt heel creamy aan. Het voelt echt alsof je niks hebt op je lippen. Maar het is gewoon alsof er een laag onder zit. Die gewoon extra goed blijft zitten ofzo. Ik weet niet hoe ze dit hebben gemaakt. Maar het is echt, echt een fantastisch product. Ik vind ook de kleur echt heel mooi. Zo heel mooi roze nude. Echt amazing. Echt de prijs waard. Niet al te duur. Fantastisch. En dan last but not least een spray. Ook van Old J. Coulson Beauty heb ik de Mist & Fix spray. Deze laat je make-up de hele dag goed zitten. De spray is ook wel gewoon fijn. Het is niet een hele zachte mist, maar ook niet zo'n hele agressieve spray. Hij spreekt gewoon wel gewoon oké. Het heeft wel te veel geur. Ik hou wel van een lekkere geur, maar de geur is echt heftig. Dus dat moet je weten. Maar voor de rest gaat dit er wel echt voor zorgen dat je make-up de hele dag goed blijft zitten. Nogmaals, ook weer gebruikt op 12 uur dagen. Dat alles er echt 12 uur goed op moest blijven zitten. En
dit product maakt echt verschil. Het lijkt heel veel op de Urban Decay Spray. Alleen het kost iets minder. Dus ik raad het echt aan. I love it. Nou mensen, dit was het dan. Ik hoop dat jullie hebben genoten van de video. Ik zal alles wat ik vandaag heb besproken en gebruikt beneden in de beschrijving plaatsen. Mocht je het ook willen. En ik ben echt blij. Ik heb echt wel een aantal goede producten gevonden. En misschien ook jullie weerhouden van een aantal slechte producten die je gewoon echt niet moet halen. Als jij nog een aantal goede make-upjes weet, let me know in de reacties. En zo kunnen we elkaar allemaal helpen. En dan hebben we straks allemaal een stash met alleen maar geweldige producten. Nou, vond je de video leuk? Geniet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog 2 video's in beeld die je kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hier om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!